President Bouterse wil dat Suriname weer klimt op onderwijswaarderingsladder. Accreditatieorgaan wil meer inzicht in elektronisch onderwijs. Regerende partij van Daniel Ortega wint lokale verkiezingen in Nicaragua. Goedenavond, dames en heren. Het STVS-journaal op dinsdag 7 november. Suriname moet weer omhoog klimmen op de internationale onderwijswaarderingsladder. Dit zei president Bouterse vandaag bij de voortzetting van de algemene politieke beschouwingen. Het staatshoofd gaf hiermee aan dat het onderwijs in een dal is beland en dat alles eraan gedaan moet worden om hieruit te klimmen. Mevrouw de voorzitter, inmiddels is het Institute for Graduate Studies and Research benaderd met het verzoek voor een breed opgezet en diepgaand onderzoek naar de oorzaken van de slechte onderwijsresultaten van het vorig jaar, van het vorig schooljaar. Het onderzoek moet ook informatie opleveren hoe wij uit dat onderwijsdal kunnen komen om in korte tijd wederom een voorname plaats te kunnen innemen op de internationale onderwijswaarderingsladder. Wij gaan ervan uit dat alle voor dit onderzoek van belang zijnde instanties, instituten en organen en personen hun medewerking hieraan zullen verlenen. President Bouterse reageerde ook op een opmerking die vorige week is gemaakt over de onderwijzers werkzaam in Sipaliwini en aan de gepensioneerden uit overheidsdienst. Van één uur geachte leden mochten wij vernemen dat de regering zich weer niet aan zijn afspraak heeft gehouden. De onderwijsgevenden in Sipaliwini zijn beloofd een toelage van 50% op hun salaris. Ik mag u meedelen dat de toelage zoals gebruikelijk eind november wordt uitbetaald. Diverse leden van uw geacht college ondersteunen dat de gepensioneerden koopkrachtversterking toekomt en vragen wanneer de inhaalslag is afgerond. De regering heeft vorig jaar deze achterstand reeds voor een deel ingelopen en in het derde kwartaal van het dienstjaar 2017 voor een ander deel. Echter, mevrouw de voorzitter, moet er nog een derde deel worden toegekend en dat zal op korte termijn geschieden. Mevrouw de voorzitter, de regering benadrukt dat zij de belangen van de seniorenburgers zeer ernstig opvat. President Bouterse benadrukte verder dat de regering het als haar primaire taak ziet om te zorgen voor de veiligheid van haar burgers. Ook het Safe City-project passeerde de review. Uw college, evenals het volk, mogen erop rekenen dat de regering het bestrijden van de criminaliteit als een bijzonder zorggebied beschouwt. De regering zal de harde aanpak van de criminaliteit continueren en tot beheersbare proporties terugbrengen. Voorts wil ik aangeven dat de laatste hand wordt gelegd aan het Safe City project, hetgeen betekent dat in het eerste kwartaal van 2018 tot implementatie kan worden overgegaan. De uitvoering van het Safe City project is multiministerieel, doordat het Directoraat Nationale Veiligheid, het Korps Politie Suriname en e-government betrokken zijn bij de uitvoering. Tot zover de president. Het accreditatieorgaan van Suriname, NOVA, wenst meer inzicht te krijgen in het elektronisch onderwijs. Kwaliteitswaarborging in het hoger onderwijs kan tijdens de 14e editie van de jaarlijkse Kankato-conferentie bewerkstelligd worden.
Op deze conferentie komen vertegenwoordigers uit 12 landen bijeen die zich bezighouden met de accreditatie van het hoger onderwijs. Er zijn presentaties samengesteld om meer inzicht en kennis te delen op diverse standaarden binnen het hoger onderwijs op regionaal niveau. Het elektronisch onderwijs is er ook onderdeel van en dat zegt Lilian Kalender, de directeur van NOVA. Wij hebben, zoals mevrouw Vurig het zei, wij hebben op dit moment de toets nieuwe opleidingen en de toets voor de bestaande opleidingen. De nieuwe opleidingen, daarbij hanteren we 16 standaarden. Voor bestaande opleidingen hanteren we 18 standaarden. Maar wanneer je te maken hebt met elektronisch onderwijs, dan heb je niet dezelfde faciliteiten, dezelfde infrastructuur als wanneer je gaat naar een gebouw. Dus je moet andere standaarden gaan bedenken, ontwikkelen, om het elektronisch onderwijs te kunnen toetsen. Daar zit Suriname mee, want soms zitten die universiteiten die dat afstandsonderwijs aanbieden, soms zitten ze niet eens in Suriname. Want vanuit de wereld kun je overal je onderwijs aanbieden. Dus wij vroegen ons af, maar ook landen in de Caribbean, van hoe gaan we toetsen of die landen die in ons land elektronisch onderwijs aanbieden, of dat ook een goede kwaliteit is. Weet je, wij moeten de burger ook een beetje beschermen. En dan kun je als klein land daarover gaan denken, want het is veel prettiger als je met 12 landen, specialisten uit 12 landen, over dit onderwerp nadenkt, gedachten hoort, oplossingsmodellen hoort van elkaar en misschien komt tot een soort synergie van nieuwe modellen. De conferentie zal een unieke gelegenheid bieden, want het hoger onderwijs in Suriname kan er massaal aan meedoen. Het zal een bijdrage leveren aan een grotere bewustwording over de kwaliteit van het hoger onderwijs en het belang van accreditatie van opleidingen in Suriname. In de kwaliteitsstandaarden die wij toen hebben opgesteld, hebben wij gebruik gemaakt van beide. De standaarden die gebruikt worden in Europa en de standaarden van de regio. En dat hebben we dan gecombineerd in de Surinaamse standaarden. En zoals mevrouw Kalender ook zei, het is een opportunity voor ons en de instellingen om de Surinaamse en eigenlijk de gemeenschap en ook de instellingen meer te informeren over wat is kwaliteit, wat is accreditatie. Want het is niet alleen de interne organisatie binnen de instellingen, het is niet alleen de externe beoordeling, maar het is ook meer dan dat. Het heeft ook te maken met de hele ontwikkeling binnen het hoger onderwijs. En we zijn geen eilandje. We zijn niet alleen op de wereld. Er gebeurt veel wat betreft ontwikkeling in het hoger onderwijs. En wij willen deel van daarvan zijn. We willen ook meehelpen denken welke richting het op moet gaan. En daardoor hebben wij ervoor gekozen om Kenki dit jaar in Suriname te houden. Dan krijg je ook die exposure, die awareness. En vandaar ook dat het ministerie van Onderwijs ons hierin steunt. Morgenochtend begint de conferentie. President Desiree Bouterse zal het startsein geven. Suriname moet de CARIFORUM EU-EPA overeenkomst niet ratificeren. Woorden van de NDP-fractievoorzitter André Misikaba in de Nationale Assemblée. Landen zoals Suriname zullen alleen maar grondstoffenleverancier blijven, maar zelf worden we er niet beter van. Uit zijn betoog kwam naar voren dat de parlementen van de CARIFORUM-staten dit verdrag nog niet hebben goedgekeurd. De voorlopige toepassing van de CARIFORUM-EU-EPA wordt aldus gebruikt om de officiële inwerkingtreding van de overeenkomst niet af te wachten en tot uitvoering van die CARIFORUM-EU-EPA over te gaan, nog voordat de parlementen goedkeuring hebben gegeven aan de overeenkomst. De voorlopige toepassing gaat zo ver dat er geen terugweg meer mogelijk is. Dat parlementen
wel hun toestemming moeten verlenen aan die CARIFORUM EU-EPA, met name door de instelling van de functionering van de gezamenlijke CARIFORUM EU-EPA-instellingen als supraregionale organen en de eisen die de CARIFORUM EU-EPA op gelijke voet stelt aan landen die hebben geratificeerd als aan landen die niet hebben geratificeerd, voorzitter. Met name de tariefsverminderingen voor EU-producten en het openstellen van CARIFORUM-markten voor EU-goederen en diensten. En die verminderingen zijn al doorgevoerd 2 keer door Suriname zonder ratificering, voorzitter. Ja, u heeft onze aandacht gevraagd en natuurlijk weet u dat het mijn aandacht heeft. Dit betoog heb ik jaren geleden al gehouden. Het is tegen de wet, regering. Regering, het is tegen de wet om een verdrag door te voeren dat door het parlement niet geratificeerd is. En dat hebben we jaren al betoogd. Dus ik benadruk wat het lid hier opnieuw zegt. En het is nadelig voor ons land. Misikaba benadrukte herhaaldelijk dat Suriname niet kan tippen aan de internationale standaarden. Binnen CARIFORUM is Suriname een vreemde eend in de bijt. We hebben niet veel gemeen met de andere CARIFORUM-landen, behalve het gemeenschappelijke slavernijverleden. Met uitzondering van de Dominicaanse Republiek, Haiti en Suriname, behoren de overige CARIFORUM-landen tot het Britse gemene best. Ze zijn allen Engels sprekend, hebben hele nauwe handelsbetrekkingen met Engeland. Voorzitter, Brexit is daarom heel erg zwaar voor deze landen. Deze kleine eilanden hebben vooral een economie die gebaseerd is op dienstverlening in de toerisme, horeca en banking system. Suriname is dat daarentegen Nederlands sprekend, heeft een economie gebaseerd op de mining sector, waar de kleine eilanden jaarlijks vanwege de hurricanes bijzondere economische en milieuschade te verduren hebben en dus vanwege die kwetsbaarheid extra financiële ondersteuning kunnen trekken, heeft Suriname die positie niet. Alhoewel Suriname al ongeveer 10 jaren het fenomeen van hevige rukwinden kent, met schade aan vooral huizen, gebouwen en andere infrastructuur, is dat niet te vergelijken met de verwoestende orkanen die in het Caribisch gebied en Amerika woeden. Ondanks de dreiging als gevolg van klimaatverandering kunnen we tot nu toe de agrarische sector duurzaam ontwikkelen. De kleine eilanden kunnen helaas niet daarop rekenen. De positie van Suriname moet daarom goed worden geanalyseerd en daarna ook goed worden neergezet. Voordat Suriname het besluit neemt om EPA wel of niet te ratificeren, moeten we flink wat huiswerk maken. Hiervoor hebben we 6 maanden de tijd, zegt Misikaba. Als onderdeel van een regionaal project van de Caribbean Employers Confederation en International Labour Organization heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven vandaag een seminar georganiseerd. Het thema is Business Continuity. Business Continuity is een noodzaak. Hierin wordt aangegeven hoe een bedrijf verder haar operaties moet voortzetten indien een calamiteit zich voordoet. Bijvoorbeeld als een agrarisch verwerkingsbedrijf de toevoer van grondstoffen stagneert door weersomstandigheden. Maar ook op landelijk niveau is een bedrijfscontinuïteitsplan van belang. VSB-directeur Stephen McAndrew legt uit waarom. Business continuity is van belang voor Suriname, omdat ook in Suriname rampen kunnen plaatsvinden. We zeggen wel dat we een gezegend land zijn, maar we zien toch wel dat er bepaalde zaken zich kunnen voordoen in ons land, die maken dat bedrijven moeten inspelen op rampen die hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, we krijgen nu vaker te maken met grote droogte. In het binnenland hebben mensen te maken gehad met overstromingen. Dus rampen, het kunnen natuurlijke rampen zijn, maar het kunnen ook rampen zijn die veroorzaakt zijn door een of andere gebeurtenis. Bijvoorbeeld een grote brand in Paramaribo is een ramp. Dus op dat soort zaken moeten we ook voorbereid zijn, zodat we als bedrijf leven na de ramp zo snel mogelijk weer operationeel kunnen worden. Dat is waar business continuïteit om gaat. McAndrew haalde het voorbeeld aan van de getroffen gebieden bij een overstroming in ons binnenland. Hier wordt het belang van zo'n plan versterkt. Daarnaast wordt de agrarische sector ook getroffen door gevolgen van klimaatsverandering.
In hoeverre deze sector daadwerkelijk beschikt over een bedrijfscontinuïteitsplan, geeft McAndrew als volgt aan. Wel, de agrarische sector, we hebben een agrarisch bedrijf erbij. Maar we gaan het ook bespreken binnen het bestuur van de VSB. Zodat we onze leden in de agrarische sector ook verder kunnen informeren. En misschien kijken als er behoefte is aan een specifieke workshop gericht op de agrarische sector. De kennis die je verkrijgt, nemen we in. En we gaan dan kijken hoe we dan heel gericht kunnen bekijken hoe we de leden in Suriname, maar ook andere bedrijven, bewust kunnen maken van de noodzaak van business continuity. Tot zover de directeur van VSB. En met het volgende bericht zien we dat imkers uit Coroni, die verantwoordelijk zijn voor de bijenteelt, ervan overtuigd zijn dat met meer stimulans meer honing geproduceerd kan worden. Het vergroten van de productie zou in de toekomst ook kunnen betekenen dat ons land een nieuw exportproduct erbij zal kunnen krijgen. De ontwikkelingen binnen de honingproductie in Coroni zijn afgelopen zaterdag onder aandacht gebracht van de regeringsdelegatie onder leiding van vice-president Ashwin Adin. Samen met ministers John de Goyo en Suresh Algu heeft onze vice-president een demonstratie gekregen van de productie van honing. De jaarlijkse productie in het district bedraagt 15.000 liter honing. Dus zijn er genoeg mogelijkheden voor groei binnen de sector. Om de honingproductie op te voeren, moet het aantal imkers worden verdubbeld. Eén imker geeft aan wat er binnen de sector gebeurt. In de meeste gevallen is het meer locatie. Bijenteelt is net als rijst. Hoe meer arealen je hebt, hoe meer je kan oogsten. Hoe meer bijen je hebt, hoe meer je kan slingeren, hoe meer je kan oogsten. Maar die 12.000 tot 15.000 liter per seizoen, is het de totale productie van het district? Van het district voorlopig. En met hoeveel mannen zijn we hier om dit te doen? We zijn imkers, in totaal 10 imkers, ja, toch? Imkers. Ongeveer 10 imkers. In Coroni? Ja. Okay. Maar ja, je hebt hobbyisten, je hebt veel hobbyisten. Dus eigenlijk moeten we meer ondernemers hebben die echt alleen bijen kunnen doen, kweken. Dus dat hebben we nodig. Vice-president Adin was onder de indruk van de inspanningen van de imkers om de sector in stand te houden en te vergroten. Ik denk na oriëntatie je voor jezelf kunt opmaken dat je een combinatie kunt doen aan een wat lokale behoefte is en wat exportbehoefte is. En een product dus daarna zoeken dat de incentive van beide te hebben. Lokale behoefte en export, zodat entrepreneurs dat kunnen oppakken. We begrijpen dat er zeker nog 20 imkers nodig zijn om de behoefte lokaal te voorzien. Maar net als wat ik zeg, als je wil exporteren en een bijproduct kan vinden om te exporteren, gekoppeld aan de lokale behoefte, dan heb je veel meer eraan. Dus we hebben genoeg werk om te kijken een incentiveprogramma op te zetten. Dat die producten gekozen worden die bij de potentie zijn. We moeten kijken waar de potentie in Coroni sowieso kan groeien. De man heeft een bijzondere praktijk hier. Dus we moeten kijken wat allemaal een uitbreiding van de lokale import, maar sowieso wat ik aangeef voor de export, wat de behoefte aanwezig is. Wij weten ook waar we aan moeten werken, is dat er heel veel importvervanging moet plaatsvinden. Er is een lokale honing. Natuurlijk gaat men zeggen import is een beetje goedkoper soms als je het importeert, maar de kwaliteit en die pure honing is het niet. Dus vandaar dat wij moeten inspelen daarop. En we moeten een beetje beschermen onze eigen markt. Dat de Coroniaanse ondernemers binnen de agrarische sector om meer aandacht vragen van de overheid, werd tijdens dit bezoek van de vice-president aan het district weer eens duidelijk. Kokosproducenten die niet alleen kokosolie, maar ook andere aanverwante producten vervaardigen, hebben een lijst van wenselijkheden geboden aan vice-president Ashwin Adin. Duidelijk is dat zij ook verder willen werken aan een betere toekomst voor het kokosdistrict. Op zondag 5 november 2017 is een delegatie vanuit Suriname vertrokken naar Bonn in Duitsland. De delegatie is onder leiding van presidentieel adviseur Milieu Winston Lakin. Al voor het bestaan van het klimaatverdrag van 1992 levert Suriname een positieve bijdrage aan het mitigeren van de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Ons land, dat voor 93% met bos bedekt is, slaat koolstof op en is hierdoor een van de weinige carbon-negatieve landen in de wereld.
Tijdens deze vergadering wil Suriname de wereldgemeenschap informeren over het genomen besluit om de status van het meest bosrijke land ter wereld te behouden. Op deze conferentie zal Suriname nadrukkelijk een verzoek doen aan de wereld om haar morele verplichting naar ons land na te komen. Dit door concrete programma's en projecten te helpen ondersteunen. Het gaat om technische en financiële assistentie voor uitvoering van ontwikkelingsplannen en projecten. Deze zijn allen onderdeel van de verplichtingen die Suriname is aangegaan voor de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Op de Wereldconferentie is er ook een tentoonstelling waar culturele rijkdommen en toeristische trekpleisters zullen worden getoond. Dit ter bevordering van onze toerismesector. En met dit bericht hebben we het Nationaal Nieuws gehad.